Oh, wacht! Milk of Human Kindness is die fucking dingen die dat zegt. Stronk. Ja, maar dat is wel ongecultureerd wat je zegt, want oorspronkelijk is van Shakespeare, Macbeth. Ja, ik had al zoiets verwacht Hij dat dat. zegt, Lady Macbeth zegt het in Shakespeare over Oh, de kijk, hij is man. Warrior of Sunlight nou. Zo, die komt hard aan, tering. Wat zullen wij gebruiken vandaag? Oh, greatsword, dat was ook wel leuk toen die laatste keer gebruikte, dus. Scythe. Goeie. Wild. Big Show Kwisatz Squid, moord. Sky Killer. Wie? Oh, de Vader. Ja, correct. Oh, before we continue. Weet je, ik heb ook Die nog perception zo'n. stuff. Ik heb ook nog eventueel een video van Schijm die kan uploaden dat ik iets dropte en dat ze ruzie gaan hebben. Dat was ook wel grappig. Oh, zoiets. Is dat weer zo'n mijn met gold? Ja, maar deze kerel ging ruzie zoeken met een van mijn followers en alle 9 andere followers gingen hem helpen. Dat was niet zo slim. Maar het was grappig omdat die kerel die zoekt de ruzie, die zei no it's mine, dat klopte want ik dropte zijn clear die ik net van hem had gepickpocket. Dus het was ook echt van hem. Maar ja, mijn follower dacht fuck dat. Er zitten er 2 in, hè, ja. Nee, we zijn er nog niet. Eentje wordt aangevallen. Loop in één keer 172. Ach, hebben ze ruzie met elkaar. Ik weet niet wat kan ook val daarmee zijn. Ik zie er nog steeds geen. Is er eentje naar beneden van is dood. Dankjewel, dan kom ik in jouw corona. Ik weet het wel, weer vertrouwen. Corona betekent gewoon een cirkel, dus ja. Iemand doet de loopt die Skykiller op 4, 74, 2? Waar zit hij helemaal? Ah, 6? Oh, oh, hij is hier! Ja, die ander. Wat de hel? Dat lijkt niet precies waar. Op diezelfde kerel. Oh. Dat was slim. Point up. Skykiller loopt heel de tijd schade op. Iedere keer 2, 4. Ja, ik weet ook Hij niet is er waar hij. bijna. Oh, hij ziet een. Oh, hij is er. Ik weet niet waar hij was. Misschien was hij boven. Oh, dit was punishing. Echt net op tijd mijn stamina terug om dat te dodgen. Wat deed je dan? Ja, Herald. Ik deed R1 op die invader, maar die Herald ging toen slaan. Net op tijd. Ah, for fuck. Seppuku. Seppuku. Die hebben we eerder gehad. Was die 92 van achter dan? Oeh, Brot is in deep trouble. Niet meer. Pak jullie de rest maar. Ik ga wel even met de herders weg. Laat me zitten. What's going on? What's going on? Such violence! Hey, come on now, there's no need to get violent. What? En niet doodgaan door een herald, dan krijg je leven. Ja, die was niet eens raak! Lekker teamgenoot. Dat was ik. Plus die jij nou? Nee. Oh. Jongen, kanker op!
Ik punch er een voor 1000 damage. Ja, dat zag ik. Maar iemand werd geraakt. En toen dat bedoelde je. 180, toen werd ik ook geraakt. Ja, dat doet hij af en toe. Is vrij exasperating. It vexes me. I'm terribly vexed. Dacht hij nou echt dat hij me daar kan backstabben? Wat een size. Oh, die kankeroma's! Ja, die moeten snel dood. Oh my god, serieus? Die was voor jou. Oh, ja, ik heb... Don't worry. Hij rent toch weg. Wat?! Hij leeft nog. Die kerel is echt irritant met zijn lightning arrow. Potje, serieus? Dat kon je toch wel dodge, brood. Ik haat... Serieus, kanker op, man! Ik haat dat wapen zo kanker erg, jongen! Arme Seppuku. Fucking skykiller, kankfaggot. Ja, yo, daar val ik voor. Ik haat dat wapen, het is zo veel poesies, jongen. Ja, klopt, Gina gebruikt die ook. Ja. Dat had je kunnen voorkomen als je meeliep. Wat? Liep mee. Dit gebeurt zo vaak, hè, dat is dan hun dood. Zo vaak gebeurt dat, dan parry ze net en dan denken ze, yes, ik heb een mina! Dan worden ze gelijk gekillt. Prachtig. Hey, jongen, wat de kankerfuck! Can happen. Ja, die kankerders raken mij heel de dag door, jongen, op afstand. Kijk even als je geen armor hebt. Nou ja, daardoor doen ze wel iets meer damage. Met armor? Ja, correct. Goeie. Seppuku kankfaggot is er weer die echt geplunged had. By the way. Ja, ik heb hem 2 keer geplunged. De tweede keer was fataal. Oh, die invader is hier in de curse corridor. Retreat. Take to one's heels. Kom, even retreat. Brood is bijna dood. En Squid is gebackstabbed. Kom terug, joh. Ja, ik had bijna die invader gekillt. Nog 1 hit nodig, maar ja. Oh, hier heb je nog een. Dag, kanksukkel. Jongen, serieus? We leven nog allemaal. Deze gas lekt zo hard, jongen. Kanker dagger. Heal voor een kill room preacher. Incorrect, nooit. Goeie. Waar? Oh, nou, dit waren wat. Dit waren wel wat lastigere invaders dan hiervoor. Dus nu is het wel een beetje normaal. Die heb je ook al geheel. Jongen, oh my fucking god zeg. Not your lucky day. Wat een kankerin, we blijven helemaal geraakt. Scrub. Kijk, komt omdat je geen armor hebt. Hoeveel S's heb je? 7. Dat valt nogal mee. Ja, maar ik heb ook nog 5 Siegbrouw.
9 van 10 keer is die unused. Ja, klopt, je wordt bijna nooit gekilled omdat je geleegd wordt. Je wordt altijd gewoon gekilled omdat je greedy bent. Of in een cursed corridor. Altijd. Ja, cursed worden. Leuk. Stel je voor, hij springt van bovenaf. Kant. En dan zo. Ah, perfect, prachtig. Correct. En zou het wel een script zijn als je dat niet weet dat je killt. Huh, ik heb toch Kettering? Wat de hel? What's going on? Where are they? Oh, eentje is in het water. De noren weer. Hmm. Oh my god. Mr. Perry's. Ik ga de trap beschermen. Ja, ja. Oh! Hij is dood! Hij is fucking dood! Serieus. Oh, jij hebt je invader. Oh, ik kom eraan. Ik heb blue aangezet. Nog één. Allebei hier. Ze rennen weg. Deze waren wel iets makkelijker dan de vorige. Bro, doe altijd naar boven. Ja, dit waren wel... Kom terug! Slam. Wat? Nee! Wat? Ja, vooruit. Nee, hij was dood. Hij is gekilled door de Ring Knight. Dus hij was al dood voor de, toen de Ring Knight nog leefde. Prima. Oh, die kerel, jongen. Weet je wat? Ik zag dat. Dat was zo dom. Oh, zag je, ik vond het al een mogol eigenlijk. Heel de club, die hielp niet echt veel, vind ik. Ja, jij was bij de brug, dus. Of, oh, zet dat maar uit. Ja, die is al uit, hij gaat toch weg. Maar, ja, dus wat er gebeurde was, hij dacht dat het een briljant idee was om de Ring Knight te blokken. Dus Dark hij was. Attack. Hij was na twee Smart hits. Attack. Ja, na twee hits oh. Was hij al. Ja, hij deed die ene L2, weet je wel, die special attack. En hij ging dat blokken. Hij dacht, ik ga dat blokken met een klein schild. Ja. Yeah. Dus na twee hits... Ja, dan loop je die critical damage op. Stalin. Stalin-san. San staat voor... Ja, Japanse shit. Ja. Maar het was zo grappig omdat die laatste hit van die Ring Knight, toen hij hem uit zijn teer zat, sloeg hij hem naar beneden. Dus hij had geen kettering, denk ik, en hij is door de fall damage gekillt. Shit. Lucy lachen. Wie is dat? Dat is die we er net hadden. Hmm. Oh, die. Maar hij is het is zo grappig, het zag eruit hoe die viel. En lijkt, denkt hij. Dat heb ik niet. Wat is dat? Een pijl en boog. Call of Duty. Wat? Skyrim. Ja, nee, in sommige Call of Duty zit een pijl en boog. Wat? Dat staat nergens op. Correct. Combat bow noemen ze dat. Wat heb je nou weer aan een pijl en boog in Call of Duty tijd? Dat ligt eraan wel. Call of Duty. In Agincourt Core was het wel heel handig, de pijl en boog. Maar dat is 600 jaar geleden. Waarschijnlijk zat die slag ook in The King. Neem ik aan. Moet wel. Welke? Agincourt. Kan. Ongelofelijke victorie voor de Engelsen. Leg mij uit. Zeer in de minderheid. 5-1 volgens mij. En een overweldigende overwinning. Is dat... Dan komt er een cavalry zeker op hem afgerend, van boven aan de hill. Hun staan waarschijnlijk in de modder beneden aan de hill. Is dat het? En dan worden ze omsingeld en dan worden de vijand dan in één keer omsingeld door een surprise attack in de tree line. Ja, kan. Ik weet de specifieke van de slag niet, maar... Ja, ik wel. Ik weet die nog uit mijn hoofd.
Er loopt een cavalry met armor om ze te beten. Of nee, er loopt een paviljoen in armor in, ja, om te beten, zeg maar. De Engelsen hadden niet veel cavalry meer. Dus. Ja, klopt, daarom. Ik ga er zo wel op verder. Maar... ik ben echt plunge koning vandaag, zeg. Wat, is die ander ook dood? Stalin zat! Dit... Nee, die is verkeerd. Dat is... Maar ja, die naam weet ik niet meer. Nee, maar het gaat zo. Hoe heet die gast nou, die goede vriend van Henry? Falstaff. Ja, hij komt met een goed idee. Wat? Maar in Shakespeare was hij al lang dood voor de slag van Agincourt. Oh, dan is het misschien een andere slag. Waar ja, het zou kunnen... Gedaan. Oh ja, het zou kunnen dat... dat die film natuurlijk anders heeft. Ja, gaat hij met een boog vanaf daar? Of course. Brood is van de edge geschoten. Wat een geeft Catherine. Oh nee. Salty Patches is back. Dat is echt een tryhard. Dat is lang geleden, hè, hebben we gezien. Ik zeg net, ik word nooit door een AOE geraakt. Hoe de kankerpak kan mij dat raken? Die pijl was veel te ver weg. AOE is gebufft. Ik zie me niet moeten zeggen dat ik nooit door een AOE word geraakt. Waar is iedereen? Waar de fuck is ons team? Hè? Misschien zijn ze achter die salty patches aan. Impossible. Oké, dit is wel echt vreemd. Hè? Waarom zou... Oké, dit is wel... Misschien de cursed alleyway. Kill deze priester. What the hell? Dubbel what the hell? Nou, loop maar. Dat wordt hem niet. Oh, ze zitten boven, ja, inderdaad, bij Salty Patches. Ze hebben Salty Patches bijna gekillt. Nou, waarom gaat Brood dan... Heeft hem bijna. Ja, Brood dacht, Salty Patches rende weg en Brood dacht fuck that. Ja. Nou ja, die andere kills zitten toch nog een paar niks. Schiet. Oh, ze zijn boven. Wacht, misschien komt Salty Patches naar beneden. Ja, denk je niet in de 1v1. Nou, nee, Marcus is boven. Ja, nee, is boven. Kom maar. Invaders zijn echt pussies, jongen. Die durven 1v1's vaak ook niet. Oh, hij gebruikt die gruwle long knife. Ja, hij rent weg. Of course. Het is salty patches. Wat verwacht je? En ja, hoor. En Marcus heeft ook opgegeven. Ik denk... Oh, wait here. Die andere kerel durft ook niks met die boog. Kom hierheen. Hoezo? Ja, we zijn toch durft... al zo bijna op het terugpunt. Ja, ja, je bedoelt, we kunnen eens goed die kant als we naar de bos gaan. Hij komt richting jou. Juist. Hij gaat verbringen. Wat een fucking kankermietje, joh. Die salty patches, we weten dat dat inderdaad een vrij grote tryhard is. Ja, doe dat maar niet, is toch nutteloos. Hij is toch al ver out of reach. Oh, ik heb geen kettering aan. Dan hebben we G9 wannabe hier. Stel je voor, je zit bij Aldrich shit en je krijgt G9, Bifonio en Salty Patches.
Dat is wat de hel is, denk ik. Correct. Ja, dan moet je Chase de Bro hebben. Als teamgenoot. Ja, die speelt geen PlayStation, zeker. Nee, PC. Maar dat is de beste Dark Souls speler die er is. Echt, fuck die kanker onder. Zeggen dat Gina in de beste is op PlayStation. Ja. Gina is er niks bij Dingo. Die hebben wel eens met elkaar gespeeld. Gina en dingen? Ja. Is dat de is dat waar wat je zegt? Ja, ik weet niet op wat voor platform. Ha, ik pak hem met die shift. Weet je wat mooi is? Marcos had hem bijna dood, hè? Correct. Ja, salty patches is ook niet zo goed als Gina bijvoorbeeld. Maar we hebben nog een invader, hè? Die kerel die onzichtbaar is met die pijl en boog. Correct, maar hij lijkt er nu niet meer te zijn daar. Ja, kankers ook wel dat ze patches moeten helpen, maar nee hoor. Nope. Maar ja, patches gaat ook helemaal wegrennen. Ik wil wel verwacht je. Dan ga je ook geen hulp krijgen natuurlijk. Ik weet niet wat er wat ervoor zorgde dat hem killde, maar volgens mij mijn cellsoorts waren een goede drive towards salvation. Mijn chief killde hem. Ja, dat killde hem wel, maar ik had hem on the run met mijn dingen. Correct. Jij had die L2. En jij raakte hem zo te zien met een vestige. Correct. Dat was toen was het snel klaar met Salty Patches de Tryhard. Waar ben jij? Boven op de hill? Ja, Cleric Hill. Cleric Promontory. Cleric Mountain. Mount Cleric. Mount Cleric, ja. Valley of the Cleric Valley. La Montagne de Cleric. Zoiets, waarschijnlijk is cleric in het Frans. Cleric? Dat zal wel. Perhaps. Raam openzetten, de steen daarna. Zo meteen weer vuurwerk en dan is het twee keer zwaar. Dat zou most efficacious zijn. Ik heb het alleen maar die ene keer gehoord door jouw microfoon. Ja, hij is nou gestopt. Gaan ze niet heel tijd doen, maar dan komt de poop. Correct. Waarschijnlijk zitten ze dan ook te dicht bij elkaar en dat mag ook niet. Correct, anderhalf meter. Oh god, dat... Of course. Daar wordt nooit meer een boete voor uitgegeven. Zelfs Wout hebben daar volgens mij geen zin meer in. Wat de hel? Dan kun je ook wel heel veel boetes uit. Fucking Leroy crushte mij, ik kon die niet eens zien. Ja, hij zat onder de rok. Ja, dat is een goede plek. Die invader zit correct. Ons op te wachten. Dat zeggen Sims. Dat zeggen Sims ook altijd, wat jij net zegt. Wat? Onder de rok is een goede plek. Simp? You fucking simp? Waarschijnlijk gaan we nooit meer... Ja, ben ik blij dat we niet meer met hem spelen. Ja, waarschijnlijk gaan we nooit meer met hem zien. Wat gebroken kanker Engels. Ja, beter niet. Ja, ik snap niet waarom je zo'n accent hebt. Dat heeft zo kanker veel range, jongen. Wat? Een hand zo'n kankergrade soort zijn bullshit. Oh, ja. Ja, maar we hebben inhuman strength. Dat is ook, dat wordt wel gestated ergens in de game. Oh, shit! Alhoewel, aan de andere kant zijn we natuurlijk wat? Niks. Aan de andere kant zijn we natuurlijk wel insignificante Ashen Ones. Ja, maar we kunnen wel wapens fit to lick their boots. Wat weegt die fucking leather ding weegt 30 kilo of zo. Maar we're not fit to lick their boots. Gives me conniptions.
Anyway. Heeft hij een microfoon? Hij heeft geen microfoon, toch? Wat heb je gedropt? Ja, ik weet. Ik zal het niet oppassen als ik jou was. Ik heb het ook niet gedaan. Hun pakken het allemaal op. Weet je wat het is? Wat? Het zijn allemaal Ring Knight hoeden. Nuttig. Op Brood. En nou nee. Begin ik met de chest. Marcos pikt ze wel op, maar Brood denkt van ja. It's a fine addition to your collection. Ja, ik kan die in de stores doen. Straks heb je 1000 Ring Knight armor dingen. Ik denk dat ik zeker wel 100 sets compleet heb gehad. Ik heb heel veel weggedaan. Ja, ik weet ook nog toen ik het op mijn lage account, toen ik het hostte, dat ik heel zoveel van die shit had. Jezus, hoeveel gauntlets heb ik? Ik kan niet meer dan 30 items wegleggen. Wat? Ja, correct. Nou, dat is waarschijnlijk om het niet te laggy te maken ofzo. Ja. Lang geen SS Cancel Glitch meer geprobeerd. Of ja. Mag ja, ik niet meer doen ook. Wat heb je? Het zou me toen niet zoveel. Het heeft ook niet echt zoveel nut van koolbreken. Kijk die items op die fucking. Oh, die cliff. Fine addition to my collection. Je ziet daarvoor, dat stuk daarvoor is allemaal opgepakt door die Marcos. En toen dacht hij maar van fuck dat. Ik dik op dat ding. misschien laat hij iets leuks van achter. Oh, nee. Prism stones. Excellent. Goeie run. Tijd voor een parry. Niet doodgaan. Ja, dat is wel echt een parry. Excellent maneuverability. Is dat een woord? Ah, dat was op tijd. Dat is echt geen woord, hè. Maneuverability is wel een woord. No way. Correct, waarom heb ik het dat in games in staan? Waarschijnlijk Borderlands dan. Dat zou incorrect, niet... Battlefield volgens mij. Nou ja, andere games. Dat is sowieso andere games, maar het feit, het gaat over dat het gewoon makkelijk te bewegen is. Ja, dat snap ik, maar Ja, het is een woord, 100%. Ja. Oh ja, blijkbaar is het wel een woord. Ik heb het nog nooit gebruikt zien worden, maar goed. Wat? Ja, het wordt meer gebruikt. Oh, er zat nog één in. Ik had er geen eens meer door, want die kerel liet zichzelf zo aardig zien. Die gaf het gewoon op toen ze al die patches doorgingen. Nee, hij werd weggestuurd. Wat? Ja, ik snap jouw idee, sorry. Correct. Ik bedoel, hij laat zichzelf niet meer zien sinds al die patches. Gave up the ghost. Je houdt echt van zichzelf horen praten, hè, die Duricate. Correct. Hij is een egocentrisch persoon. No, fuck.
mislukt weer. Wat is dit? Beat him up. Bully him. Bully him into submission. Wat de? Got you now. Jongen. Dat staggerde mij ook. Wat? Dat is onmogelijk. Oh. Oh, misleid. Brood is bijna dood. Brood is bijna dood. Wat de? Ik ben gewoon gekild! Door die kankerpeting Guardian! Nee, je leeft nog. Maar ik stopte al met bewegen omdat je zei... Flesjes! Wel een goede run, ja, niet voor jou blijkbaar, want je weer constant geraakt, maar... Och man, ik werd echt geïrriteerd. Oh god, nee. Don't do that.